bij Cornelissen. Lakic. Everton staat te wachten. Lakic. Everton staat te wachten. Lakic gaat zelf. Oh, wat een mooie keuze van Lakic om zelf te gaan. Heracles. Garcia. Handiger dan Holla. Lakic om van Loo heen. Krijgt hij hem erin? Nee. En het gejoel vanaf de tribune. Het is al moeilijk balletje. Everton die probeert Garcia te bereiken. Lakic. En dat Groningen, dat weet ze. Doordat Raheem mee naar voren gaat, Paul nu ook wordt gedwongen mee te verdedigen. Daar is de vrije trap. Van Schilder, die kan erin, die gaat erin. Lakic. Het is heel logisch wat hier gebeurt in Groningen. De voorsprong voor Heracles is meer dan verdiend. Is het al gelopen? Dat nog niet. Maar dat Heracles verdiend op voorsprong komt, dat staat vast. En voor een keeper vervelende vrije trap van Schilder, want hij draait in. En wie en waar onderweg wordt hij van richting veranderd? Het hoofd van Lakic is voldoende. Van Loo kan er niet bij. Vrije trap Maas. Lakic. Garcia. Naar het rechterbeen. Dat is vanzelfsprekend en het is 2-0. 33e minuut. Boachi, Raheem. Het veldspel van Heracles is in de eerste helft gewoon goed verzorgd. Geen buitenspel voor Lakic. Op weg naar 3-0. En inderdaad, daar is 3-0. En maakt hij zijn tweede doelpunt in een week. En zijn tweede voor Heracles. Het is geen buitenspel voor Lakic, die heel simpel windjes omspeelt en dan rustig de bal binnenschuift. Prima assist van Boachi. En op slag van rust lijkt de wedstrijd al beslist in het voordeel van Heracles. Heel slordig gedaan, balverlies van Fleuren. Nou, nu dan, ja, 4-0. Nu scoort Lakic wel. Wat een blunder van Niels Fleuren. Zo even ontsnapt VVV nog aan een nieuwe tegentreffer. Maar zo wordt het de bezoekers uit Almelo wel heel erg makkelijk gemaakt. Lakic helemaal vrij. Goed gevoetbald ook door Maas. Die snel handelt. En Lakic met zijn tweede van de middag. Voor het doel vraagt Lakic. Die heeft volgens mij nog een luchtduel gewonnen. Ook nu niet. En nu is de onderkant lat. En dan alsnog, ja. Hij is werkelijk uitstekend vandaag. Niet af te stoppen door Haarlem en dat hij scoort is een logisch gevolg. Werk van Gluzevic, die krijgt de bal ook keurig terug. Lakic. Balletje tussendoor, Everton. Ja, daar is 1-5. En het is zijn derde. Bedankje. Gaat uit naar Lakic. En ook Gluzevic mag delen in de feestvreugde.